van het boek van Charles Dickens, Scrooge, een musical te maken, die is eigenlijk ontstaan zo'n 7 jaar geleden. Iedereen weet nog dat we dan een fantastische productie van Oliver hebben neergezet. Toen hebben we gezegd van, laat ons een nieuwe productie maken. Een echte, eigen Vlaamse creatie van Scrooge. Hoort je het? Ja, maar. Hoort je het? Klinkt overal. Overal. Het is een familiemusical, een verhaal voor jong en oud. Iedereen zal er kunnen van genieten. Het succes van Scrooge is, denk ik, het ijzersterke verhaal. Een verhaal van mensen dat de tijd heeft overleefd. Ik zou bijna zeggen, het is eigenlijk een Griekse tragedie. Zij dat het nu van Charles Dickens is. We hebben gevraagd aan Allard Blom en Frank van Laken om daar een nieuwe tekst, een nieuw script, een boek van te maken voor het podium. En dat is dan uiteindelijk ook wel het begin geweest. Iedereen is gek, iedereen is gek. Arm van aan uw wieg tot aan uw steen en zerken. Alle muziek die je gaat horen op Stille Nacht Na heb ik gecomponeerd. Dus zowel alle vocale muziek, maar ook alle underscores, die meestal instrumentaal zijn, die komen er eigenlijk helemaal op het eind bij. Dus eigenlijk ben ik begonnen met het componeren van de songs. Zoals Shakespeare als Charles Dickens, die beschrijven het leven des volks. Die maken dat ze daar heel goed op inspelen. Het gaat altijd over gevoelens. Als ik de muziek zeg maar hoor, dan ben ik gewoon meteen gepakt. Het komt gewoon meteen in een andere wereld, in een soort van sprookjeswereld. Ja, ik zie het helemaal voor me en ik denk als de musical op de bühne staat, dat je dan helemaal zeg maar, dat het totaalplaatje heel mooi gaat werken. Wat muziek betreft hebben we gekozen voor Dirk Brosset. En dan zijn we gaan praten met Dan Potra. De man die de set designs doet voor de opera van Sydney en ook de opera van Stockholm. Dus die heeft ja, hele frisse, mooie ideeën bijgebracht. We are thinking of a simple, effective set that will become magical throughout the scene changes and so on. It's a bit like telling the Bible. Everybody knows it. And because of that, we can afford to have little side, if you like, surprises, jokes, all the kind of mixture that Scrooge asks for. Iedereen is gek. Iedereen is gek. Hun totale waanzin is niet in te perken. Ik heb niet veel twijfel, moet ik eerlijk zeggen. Dat klinkt misschien heel zelfverzekerd, maar ik geloof dat als je basis goed zit, dan kan er alleen maar iets goeds uitkomen. En al deze mensen, die zijn heel erg getalenteerd. Weet hij 40 rovers van zich af te slaan. Ik ben een onervaren zanger en dit is iets dat ik nog nooit gedaan heb. Grote acteurs, die moeten niet kunnen zingen. Die kunnen dat spreekzingen, die kunnen dat interpreteren en brengen op een magistrale manier. En dat zal er zeker en vast ook kunnen. Zo'n opdracht, dat is zo op een plateautje dat je een cadeau wordt aangeboden. Zo voel ik dat aan. Ja, ik denk dat het gaat raken, maar ook een glimlach op je gezicht gaat brengen. En iedereen heeft er mega veel zin in. Het is nieuw. Ja, dat wil men gewoon hopelijk zien.